En wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting afkomstig van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor vandaag 4 juli. Tijdens de avond en nacht worden er enkele buien verwacht. Meer in het binnenland en mogelijk ook onweer aan het begin van de avond. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel of mist. Morgenochtend is er een regenbui mogelijk, meer naar het eind toe. In de middag en begin van de avond zijn er perioden met lichte, soms matige buien en enkele onweersbuien. Tijdens de late middag wordt er een zware bui verwacht. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen 4 juli tijdens de late middag kans bestaat op een matige onweersbui of zware bui die eventueel gepaard kan gaan met windstoten.